Paul Kirschner, dank voor de uitnodiging in jouw leuke huis in Hoensbroek. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG, waarin inmiddels iets van 70 hoogleraren onderwijskunde, pedagogiek en vooral psychologie terugblikken op hun carrière en hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken op het vak. We gaan het straks hebben over de onderwijspsychologie, waar jij hoogleraar bent geworden. Maar de allereerste vraag is altijd steeds van kun jij kort iets schetsen over jouw achtergrond? Waar je vandaan komt, het milieu waarin je bent grootgebracht? Nou, kort is moeilijk. We zullen zien hoe kort het is. Ik vind het behoorlijk erg om überhaupt geïnterviewd te worden. Dat meen ik serieus. Ik viel een beetje stijl achterover toen ik jouw vraag kreeg. Kleine, korte geschiedenis. Ik ben geboren en getogen in New York. Ik ben geboren in 1951 in Royal Hospital on the Grand Concourse in de Bronx. Ja. Mijn moeder was huisvrouw en daarna secretaresse. Mijn vader was ambtenaar, eigenlijk die werkte bij de post in New York. Ja. Als klusjesman. Ja, om gebouwen onderhouden, elektriciteit en zo. Ik ben naar PS 115 Elementary School. Lage school. Creston Junior High School. Yeah, daar heb ik in plaats van 3 jaar, 2 jaar, omdat ik zat in de, wat heette de Special Progress Class. Ik kon heel goed leren. Ik sloeg groep 2 over, tweede klas over. En dan in het laatste jaar, in het tweede jaar, nam ik een toelatingsexamen waarin 10.000 andere mensen deelnamen. En ik was een van de 900 die naar de Bronx High School of Science mocht gaan. Ja, met enige trots kan ik zeggen van het is ongeveer de beste high school in de Verenigde Staten. Die heeft al 7 of 8 Nobelprijswinnaars. Oh ja? Terwijl de Universiteit van Utrecht 3 of 4 heeft. Ja, ja. Dus dat laat wel zien het kaliber. Niet dat ik dat zo in iemand ben. Maar dat zijn de soort mensen die daar naartoe gingen. Ik ging naar de Bronx High School of Science. Ik kon heel makkelijk leren. Ik hoefde alleen maar te luisteren in de klas. En ik kreeg een 8,5 minimaal. Als ik een beetje studeerde de avond ervoor, had ik een 9,5 of een 10. En je deed dat ook graag? Ik ging dus gewoon. Nou ja, laatste jaar, 2 jaar was de tijd van Vietnam. Ik was ook op barricades op. Hey, Ho Chi Minh. Hey, LBJ, how many boys have you killed today? LBJ, dat was de... Lyndon Baines Johnson. Johnson, de president. Die opvolger van Kennedy. Ik had haar tot hier. Ik was een typisch hippie. Yeah. Laatste jaar was ik misschien evenveel niet in de school dan op school. Maar toch is het mij gelukt om allemaal cum laude af te studeren. Waar kwam dat vandaan dat je hippie werd? Een soort bewustwording. Ik zat op een school, Bronx High School of Science, waarin je een beetje leerde denken. Het was... Kritisch denken. Op een normale high school ging je naar woodworking shop. Ik ging naar Science Techniques Laboratory. En de ene persoon maakte een raket, de andere maakte een transistortester en wat dan ook. Ik kreeg maatschappijleer, geschiedenis en economie van Stan Litman. En hij maakte soort graphic novels over geschiedenis en economie, enigszins kritisch en zo. Dus het was een school die je leerde wat je moest leren, maar ook de ruimte nam om je te leren om te denken. Kreeg je dat van huis ook mee? Nee, of was dat nee, echt nee. Mijn moeder was een arts conservatief. Mijn vader... die had iets andere. Die is neergeschoten boven Duitsland. Die is behoorlijk verbrand. Die heeft een rare leven gehad. En toen het op Vietnam aanging, hij zei tegen mij van wat je ook doet, sta ik achter jou. Wil je naar Canada? Zal ik je ondersteunen? Ga je de bak in? Zal je ondersteunen? Als je niet naar in dienst wil gaan, terwijl mijn moeder was America right or wrong. Ja.
Dus dat kreeg ik niet echt van huis uit. Het was echt door het onderwijs. Door te gaan naar een school die met, waarin er ook kinderen waren. Yeah. Die ook, ja, ik bedoel, als er 900 zijn toegelaten, yeah, kan je zeggen van, het is de selectie, het is de top 5-10% van elite, alle mensen, die de elite. Nou, de elite qua leren. Omdat ik, het was niet die elite, het kost je geen cent. Nee. Om daar naartoe te gaan, het was niet een private school, het kost je geen cent. Nee. Maar het was qua cognitief, was die elite. En dus je had ook mensen die ook anders dachten. Als één, twee straten verder was Dewitt Clinton High School. Een heleboel van mijn vrienden gingen daar naartoe. Maar daar gingen de overige 90, 95 daarvan. Die hadden een geweldige sportsteam. Maar het was niet echt bekend voor van, wij noemden het Dewitt Clee C, where 2 and 2 is 3. Ja? Dus, dus dat had ik. En ik kreeg aanbod, verschillende universiteiten boden zich aan, maar ik moest ergens naartoe gaan waar ik een scholarship kreeg, omdat we hadden geen geld. Dus ik kreeg een scholarship omdat ik een goede student was, en ik kreeg een scholarship omdat mijn vader veteraan was, enzovoorts. En er was geen sprake van dat je in het leger moest? Nou, dit is, dat is een heel ander verhaal. Ik zal het je uitleggen. In die tijd hadden ze een loterij. Ja? Ze trokken uit één koker een datum, een dag in het jaar, en uit de andere een nummer. Dus ze kozen hier 16 maart 247. Ja. 2 februari nummer 3. Ik in mijn jaar, dat ik voor het eerst oproepbaar was, had ik nummer 107 of zoiets. Voor mijn verjaardag. Dus dat betekent dat er 106 andere nummers voor mij opgeroepen werden. En als ze kwamen naar 107 moest ik ook gaan. En in die tijd gingen ze naar 365. Omdat Amerika had 500.000 mensen in Vietnam. Maar ik had wat heet een deferment. Omdat ik aan de universiteit studeerde. En dat had ik voor 4 jaar. Dus mijn eerste 4 jaar had ik dat nummer. Maar ik hoefde niet in dienst te gaan. Ik was begonnen in Syracuse University, ging over naar State University at Stony Brook. Ik was ingenieur. Ik ging over naar psychologie. Dat is ook op zich een verhaal, maar het doet er niks toe. En door ik dat deed en ik studeerde psychologie, dacht ik van wat ga ik nou verder doen? Nou, ik heb al die wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie cursussen ook gehad. Als ingenieur, niet de biologie, maar wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Misschien wil ik leraar worden. En hoefde ik alleen maar een paar cursussen biologie erbij te doen. En naast mijn psychologieopleiding, wat ik al volmaakt had, een half jaar stage lopen. En kon ik met een eerstegraadsbevoegdheid, tijdelijk eerstegraadsbevoegdheid, wiskunde, algemeen natuurwetenschappen en biologie lesgeven in de Verenigde Staten. En in dat laatste jaar had ik geen deferment meer. Ja? Had ik geen uitstel meer. Maar dat jaar kwamen ze alleen maar tot nummer 80. Omdat Nixon trok zich terug uit Vietnam. Dus kwamen ze niet zo ver. En ik begon. Ik gaf eerst deed mijn stage, dus als leraar in opleiding aan middelbare school. En op een gegeven moment was ik klaar en zocht ik een baan. En het begon als invaller bij zieke mensen. En ik ging les daar. Het was hartstikke leuk met kinderen. Helemaal geen probleem. Maar ik raakte totaal gefrustreerd. Had je ook angst dat je misschien wel het leger in moest? Dat je misschien ik had altijd dat angst, maar ik was van plan om gewoon de Canada te gaan of de bak in te gaan. Ik was een pacifist tot en met. Ik was een vegetariër lang voordat dit in de mode was. En ik was gewoon pacifist. Heel simpel. Ik liep tegen de Vietnamoorlog. Ik was een hippie. Peace and love en hey. En alles wat erbij hoort. Dus je zei van, kom van. Ja, drugs waren ook niet vreemd, van allerlei verschillende soorten. Dus ik deed dat, maar ik begon les te geven.
En ik merkte dat er leerlingen waren in de klas, waarvan, hoe ik het ook probeerde uit te leggen, kon ik ze niet bereiken. En zeg maar, uit een klas van 30 waren er 25 die het wel lukte, maar er waren 5 niet. En ik raakte er totaal gefrustreerd door. Als je iets over wil lezen, moet je die ene kind, ja, het boek, die ene kind, dat ene kind, geloof ik, of die ene leerling van, Paul, ik kan het van mijn bureau pakken, boven. Dus goed, het is heel vervelend dat het hierin, ik kom er straks mee. En er was één leerling die, ik dacht van, dit lukt mij niet, terwijl ze ongelooflijk goed, ze was slim, wat dan ook. En ik dacht van, nou, ik weet niet wat ik wil doen. Ik weet dat ik gefrustreerd raak als leraar. Heel gefrustreerd, omdat ik kon niet het kind of een paar kinderen niet bereiken. Je wil ze allemaal bereiken. Gewoon. Tuurlijk. Ik bedoel, je bent docent. Je wil dat iedereen leert wat je denkt. Ja, die ene leerling. Ja, van wie is het? Rick Kuiper. Rick Kuiper. Ja. Volkskrant. Dank je wel. Even denken. Ik wist niet wat ik wilde doen. Ik wist op dat moment, ik had het idee op dat moment, ik wil geen leraar worden met mijn voorbereiding. Yeah. Ik zat op een behoorlijk behavioristische universiteit wat betreft psychologie. Ik had een bachelor in psychologie daar. Ik wist niet wat ik wilde doen, maar ik wist wel dat ik uit de invloedssfeer van familie en vrienden. Ik wilde niet in de omgeving zijn van ouders, studiegenoten en wat dan ook. En ik leerde een aantal mensen kennen toen ik aan de universiteit was van Stony Brook. Die woonden en werkten in Amsterdam. Eén was hoofd van het restaurant van de Cosmos. De andere kookte erin. Eén was een steden van alles, maar muzikanten die daar speelden. Dus ik dacht van, nou, ik ga een jaar weg. In die tijd kon je een ticket kopen, een vliegkaart kopen, open-ended return. Dus ik vertrok op 11 mei en ik had tot 10 mei volgend jaar, 1974, ticket naar om terug te komen. En dus ik vloog via de KLM naar Amsterdam om 11 mei, stapte ik uit het vliegtuig waarschijnlijk die middag op 11 mei, ging naar mijn vrienden in de Cosmos, ging naar hun woonboot toe en ik dacht van, dat is het begin van een jaar weg. Ja, ik las op jouw site, je wilde to get my head together. To get my head together. Een jaar Amsterdam, even rondtoeren in Europa, naar India gaan, typisch, hippie tijd. En in dat jaar mijn gedachten op een rij te krijgen, get my head together. En dan zou ik weten wat ik wilde en dan zou ik teruggaan. Maar Amsterdam was eigenlijk een beetje toevallig dan gewoon. Ja, door het feit dat ik kende Charlie en Ellen en Dennis en Jane. En als ik mensen kende in Parijs, was ik naar Parijs gegaan. Als ik mensen kende in Madrid of Barcelona, of Berlijn, was ik daar naartoe gegaan. Gewoon toeval. Ja, het was toeval dat het Amsterdam was. En ik ging daar naartoe en ik begon daar te werken, te helpen in de keuken. De Cosmos was een spiritueel centrum. Je had Paradiso, je had de Melkweg en je had de Cosmos, wat vroeger Fantasio heette. Die was een psychedelisch centrum, die is een meditatiecentrum geworden. En dus ik ging daar naartoe en ik begon, ze hadden een timmerman nodig en ik kon goed timmeren toevallig. Dus ik heb wat timmerklussen gedaan daar. Was intellectueel, was je gewoon voor, maar je was ook gewoon handig met je handen. Ik was handig met mijn handen. En ik deed dat. En op een gegeven moment begon ik, als ik klaar was met timmeren, 's avonds ging ik, mijn vrienden werkten in de keuken als kok. En of ze waren in de bediening. Ik noem het altijd een communistisch restaurant. Als je overdag kookte, werkte je in het restaurant om te bedienen, om te zien wat de mensen vonden van je eten. Ook al was je de chef-kok en hoofd van het restaurant. En als je overdag in een restaurantgedeelte en winkelgedeelte ging je 's avonds borden afwassen en opscheppen en zo. Dus ik kookte over, ik help hem met afwassen. En dan langzamerhand werd ik tweede kok en zo. En ik was tweede kok overdag. En 's avonds was ik in de bediening.
Ja? En ik liep rond en kan ik u helpen? Wat wilt u eten? Ja. Daar leerde je Nederlands. Ik leerde mijn Nederlands daar. Ja. 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 En ik ontmoette iemand, Katrien, mijn vrouw. Ja. En zij studeerde filosofie en tegenover Schelejan in Amsterdam. Bollejan ken ik wel. Schelejan ken ik. Schelejan, dat is de Katrien? Oké, okay, het doet er niks toe. Dat café, is op, café, op een gracht daar, de gracht die naar het Mausoleum ging, op de Jodenbreestraat. Ja. Je had een gracht en je had een toren en die was scheef en die heette de Schelejan. En tegenover had je studentenhuizen achter de Kosmos en zij studeerde filosofie. En in plaats van naar de Mensa kwam ze naar de Kosmos om te eten. Ja, ja. En ze ontmoette mij, ze werd verliefd op mijn apple crumble. Ze hoorde dat ik, ze dacht dat ik Nederlands kon spreken. Kan ik u bedienen? Kan ik u helpen? En zo. En we kregen een verhouding met elkaar. We kwamen op een gegeven moment samen te wonen op een woonboot in West. Ja. Bij de Haarlemmerstraat. Ja. Ja. Kwamen op een woonboot. Woonboot de Zeppelin. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wil echt ook hier weg. En we gingen over land, via India, naar het Verre Oosten. Met een bus en over land en alles. Dus we zochten uit een hippiebus van Autopon in Amsterdam, van een Volkswagen bus. Ja. En we zouden dan naar Nieuw-Zeeland, omdat ik had al papieren daar om in een lagere school, in de Boesboes, omdat ze hadden een tekort aan leerkrachten, om dan misschien nog een keer proberen onderwijs te geven. En zij zei van, ja, ik wil niet uiteindelijk een paar weken daarvoor, ik wil niet weg uit Nederland. Ik wil hier terugkomen. Waarom schrijf je niet een brief naar de universiteit en ga je terug naar de universiteit? Zo gezegd, zo gedaan. We zijn over land naar India, bijna tot Burma, Afghanistan, Nepal, Iran, Irak, de hele reutemeteut, Pakistan. En kwam ik terug op een zaterdag in het wit gewad. Gewaad. En er was een briefje, kan je maandag komen naar Henk de Haar. Nou, die heb ik ook nog gekend. Studieadviseur met zijn twee tackles. Ja, met zijn tackles en een fantastische docent en acteur op het... Precies. En ik ging met hem praten over mijn geschiedenis en zo. En kan je papieren overleggen van je universiteit? Dat had ik wel, mijn transcript. Amerikaanse universiteit. Ja. En ik keek erdoor en ik zei van, nou, uitstekend, u kunt uw kandidaats krijgen in die tijd. Ja? Maar je moet één cursus volgen. Factoranalyse. Omdat dat zat niet in jouw opleiding. Statistiek. Statistiek had ik wel, maar factoranalyse. En dat kan je wel doen bij je toekomstige hoogleraar, ontwikkelingspsychologie, professor dr. Rita Fuik. Ja, ja. Nederlands deskundige op het gebied van Jean Piaget. Ja. Dus ik ging, zo gezegd, zo gedaan. Ik was naar Vondelstraat. Om kennis met haar te maken. En ze hadden een secretaresse, Lydia. En ik zat daar te wachten en ineens kwam het telefoontje van professor Fuik naar Lydia. En Paul, je mag naar boven. Dus ik loop naar boven, deur staat op een kier, ik loop binnen. Ja. Professor Fuik kijkt mij aan en zegt van, in Nederland klopt men. Ik denk van, oh jee. En we beginnen te praten en ik heb haar gevoeuvailleerd. En ze zei van, meneer Kirschner, u kunt de medewerkers en uw medestudenten allemaal met jij aanspreken, maar ik ben altijd u. Ja? Nou, dat was mijn eerste kennismaking. Ja. Ik heb vanaf dat moment nooit iemand in Nederland met jij aangesproken. Totdat we afspraken, mogen we elkaar vouvoyeren. Ze was een tophoogleraar. Ja? Ik was een Amerikaan, ik leerde Nederlands. Ja? Ik moest tegen mensen zeggen van, hou op met het Engels spreken, omdat al kreeg je pijn in je oren van mijn Nederlands. Als jullie Engels tegen mij spreken, leer ik nooit Nederlands. En ik wilde het doen. Ik wilde in Nederland leven en niet alleen maar wonen.
Dit is voor mij een verschil tussen leven en wonen. Ik wilde een idioom leren. Ik wilde leren waarom je niet tegen een beerkaai kon vechten. Of waarom iemand vogelvrij verklaard is. Of een wantenwezen wist. Ik wilde Nederlander zijn. Of probeerde mijn best doen om dat te zijn. En ik heb bij haar gestudeerd. Alles in het Nederlands. Ja. Behalve bijvoorbeeld, er was een boek over communicatie van Watzlawick. Ja. Tamelijk bekend boek. Zij zocht uit een exemplaar in het Engels. Alle colleges waren in het Nederlands, maar tentamen mocht ik doen in het Engels. Ja. Echt een top hoogleraar. Nou, ik studeerde bij haar voor een half jaar. En ineens kwam iets wonderbaarlijks. Ja. Twee mensen van ontwikkelingspsychologie, Aad Dudink Christian Hamaker? Aad Dudink en Jan Hoeks. Jan Hoeks. Hebben samen met Christian Hamaker en Luc Wouters van functieleer, hebben een vakgroep in de doodskist. Het zwarte gebouw aan het Weesperplein. Voor ons was het de doodskist. Vlak naast de Diamanten Exchange. Voor alle Amsterdammers was het de doodskist. Ja, het is een zwart glas en staalgebouw. Vlak naast de Amsterdam Diamond Exchange. En wij noemden het de doodskist. En daar hebben ze een vakgroep onderwijspsychologie opgezet. En ik dacht, want dat wil ik. Ik wil weten waarom die ene leerling niet kon leren van mij. Ze kon leren, maar ik kon haar niet bereiken. Dus ik heb dat gedaan in 2 jaar. Vooral bij Christian en Luc. Ja. Omdat ze hadden een gebied wat heette tekstkenmerken en leerprocessen. Ja. Wat kan je doen met teksten? En dat is alles van typografie tot toegevoegde vragen, tot uitgevulde zetsel, dus justified tekst, dus dat het helemaal rechts lijnt, tot en met het gebruik van leerdoelen, gebruik van verschillende soorten illustraties erin, wat voor effect dat had op het leren. Ik zei altijd van, nou, niet op het leren, maar op het studeren. Hoe beïnvloedt het studeergedrag? Omdat door het studeergedrag kan ik het leergedrag van leerlingen beïnvloeden. En dat heb ik gedaan bij hen, goed afgestudeerd. Ik schreef een afstudeeronderzoek over het gebruik van toegevoegde vragen in videoleermateriaal. Ja. Omdat ik was ook kandidaatsassistent bij Algemeen Vergelijkende Pedagogiek. Ja. En dan moesten we video's maken over verschillende onderwijsvormen. Ja. Zoals Jena-plan, Montessori, omdat die studenten konden niet op stage ergens naartoe. Ja. Maar ze moesten kennis maken van die verschillende soorten. En ik maakte die video's met Wim Korn aan de, bij het PDI, Pedagogisch Didactisch Instituut, op de Prinsengracht. Ja. Nummer 225, als ik het goed heb. En ik dacht van, oh, dit is... Ik was altijd iemand die associatief is. Dat is misschien mijn redding voor dingen. En ik dacht van, oh, ik maak een video daarvoor. Ja. Misschien, ik doe onderzoek naar toegevoegde vragen bij teksten, misschien kan ik het ook bij video. Yeah. En ik maakte dat. Ik publiceerde, ik presenteerde het bij de AERA, AERA, American Education Research Association, mijn onderzoek daar. Yeah. En het was geboren, het was puur serendipiteit. Van je hebt een idee, ik blijf een jaar, je komt iemand tegen, Katrien. Ja, je blijft langer. Ja. Zij zegt van, waarom ga je niet... En je wilde Nederlander worden, zei je net. Ik wilde ook Nederlander. Nou, ik wilde Nederlands leren. Voor zo lang als eer was. Ja. Ik wilde niet... Maar je wilde ook echt weg uit Amerika. Gewoon, nou, op een gegeven moment... Ik zeg het anders. Van je vrienden. Ja, maar dat was voor een jaar. Dat idee was een jaar. En halverwege dat jaar ontmoette ik Katrien. We kregen iets. Dus, nou, ik ga er niet na 1 jaar terug. Ik blijf hier langer. Ja, we gaan naar India. Nou, ik blijf hier langer. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb geen reden om terug te gaan. Er is niks daar wat mij trekt in de Nederlandse maatschappij. Ik wil me echt... Maar dus, dan denk ik waarschijnlijk gewoon te ver door. Dat je je echt af wilde scheiden van Amerika. Nee, gewoon, dat kwam op een gegeven moment. Ja. Op een gegeven moment was het een kwestie van... Er is geen reden om terug te gaan naar Amerika. Ik had de taal geleerd. Ik voelde me hier thuis. Ik vond de maatschappij, vooral sociaal voelend, 60e, 70e jaren. Niet het tegenwoordige neoliberalisme. Dat sprak me allemaal aan. En ik dacht van,
waarom zou ik teruggaan naar Amerika? Wat heb ik daar? Ik heb een vriendin waarmee ik samenwoon. Ik heb werk. Ik heb mijn doctoraal hier. En nou, dan ben ik werk gaan zoeken. En het was een kwestie van, er is geen reden om terug te gaan. Ja? Maar het is niet van, ik wil weg van de draft, dus ik ga weg uit Amerika. Langzamerhand realiseerde ik me wat ik niet leuk vond van Amerika en wat ik wel leuk vond van Nederland. Nou, ik begon te werken. Ik had twee banen aangeboden. Eén bij onderwijskunde een onderwijskundegroep bij de Erasmus. En de andere bij Wolters Noordhof. De uitgever. Want je was nog niet bezig met of je in de wetenschap wilde blijven of gewoon... Nee, dus ik solliciteerde bij allebei. Ik kreeg van alle twee een baan. En ik dacht van, wat ze willen bij Wolters Noordhof is dat ik verder ga met het idee van tekstkenmerken en leerprocessen. Ze maken leerboeken. Ze willen mijn deskundigheid maken om van... om kwaliteit hun reclame te maken. Ja. Ik kwam daar werken en na een half jaar, drie kwart jaar dacht ik van nee, reclame is hun kwaliteit. Kwaliteit van hun leermateriaal, dat interesseert ze niet. Ja? Dus ik begon even rond te kijken en na een jaar of drie in Groningen, inmiddels had ik een dochter erbij. Ja. Jullie wonen ook in Groningen? Ik woonde in Groningen. We gingen van Amsterdam, van oost, eerst een huisboot aan west. En dan op de Eerste Oosterparkstraat zijn we gegaan naar Groningen. Ja. Heb ik daar achter het Noorderplantsoen een aantal jaren gewoond. En ik begon weer steeds meer te balen van het idee van Wolters wilde alleen maar mooi kleuren en wat dan ook. Ja. En goed onderwijs, dat interesseerde ze niet, zeg ik heel hard. Ja. Ik zag dat er een open universiteit, iemand maakte mij attent erop, het is een open universiteit. Die maken gebruik van schriftelijk materiaal, die autodidactisch moest zijn. Ja. Dus jouw deskundigheid, dat slaat perfect aan bij wat ze willen. Nou. Dus weer serendipiteit, ik hoor dat, we hebben niks van het zuiden. Ja. Dat we dus in 1983, in september, oktober 83, ben ik daar gaan werken. En ik heb net 2 jaar geleden mijn emeritaat gekregen. Ik heb daar in wezen 37 jaar gewerkt. Ja. Intussen was ik ook hoogleraar aan de Universiteit Utrecht bij onderwijskunde daar en heb ik een onderzoeksprogramma daar opgezet. Ik was hoogleraar aan de Universiteit Maastricht bij algemene wetenschap. Ik was bijzonder visiting professor, eerst in Barcelona bij de Open Universiteit van Catalunya en dan bij Universiteit Oulu, Oulun Yliopisto in Oulu, Finland. Dus ik ben overal geweest, maar altijd bezig met precies hetzelfde. Ja. Hoe zorg je dat mensen goed leren van het onderwijs of het onderwijsmateriaal dat we voor hen maken? En vanuit jouw praktische ervaringen is jouw wetenschappelijke belangstelling daar voor die vraag aangewakkerd? Of zo? Moet ik het zo zien? Of nou, je kan wel beter zeggen van uit mijn frustratie. Uit je frustratie. Ik zeg even van, uit mijn frustratie uit is mijn, ja, is mijn nieuwsgierigheid. Toen er een groep was zoals onderwijspsychologie van Christian en Luc vooral. Van, hey. Als ik dit had geweten toen ik les daar gaf, dan was het misschien heel anders afgelopen. Dan had ik die leerling misschien wel bereikt. En was ik nooit weggegaan. Ja. En dat heeft me ook steeds gemotiveerd om steeds meer dat ik doe, dingen die ik doe is meer wetenschapscommunicatie de laatste 5 tot 10 jaar. Ja. Ik schrijf boeken zoals Op de Schouders van Reuzen of Wijze Lessen. Ja. En ik zeg van, dat zijn de boeken die ik had willen hebben. Toen ik studeerde, die mij vertelde van over mensen zoals David Auchebel en het belang van voorkennis. Of gebruik van goede vragen stellen. Of gebruik van dual coding. Of allemaal van zulke soorten dingen. Desirable difficulties zijn. Desirable difficulties zijn dingen die je bij het onderwijs kan gaan doen, wat het leren ietsie bemoeilijkt. Zoals het in plaats van iets herlezen,
twee keer. Ja? Jezelf vragen over stellen of vragen over beantwoorden. Waarmee je het uit je lange termijn geheugen moet gaan doen. Vergelijk je het met als je iemand meer uithoudingsvermogen wil geven als trainer. Laat je hen met een rugzak met 10 kilo de trappen oplopen. In plaats van gewoon de trappen oplopen. Dus wenselijke moeilijkheden. En dat heb je met retrieval practice. Dus vragen stellen. Je hebt dat met in plaats van de avond voor een tentamen te blokken voor anderhalf uur. Maar in de loop van de week gespreid 3 keer een half uur te gaan studeren. Zulke soorten dingen. Als ik dat allemaal had geleerd. En daar schrijf ik over en geef ik lezingen over. En begeleid ik onderzoek daarna en zo. Was ik misschien nooit weggegaan. Maar niemand vertelde mij dat. Van wil je iemand bereiken, wil je dat ze goed leren, dan misschien moet je zus doen. Die weet niks erover, maak maar een advanced organizer voor die persoon. Maar die vraag kwam wel helemaal uit jouzelf. Ja. En het is natuurlijk ook een soort van toeval of zo. Ik noem dit woord serendipiteit. Serendipiteit gaat over de drie prinsen van Serendip. En dat was Sri Lanka. Ja, en vader stuurde de drie prinsen uit om een klusje te doen. Ja. En te zien welke van de drie hem op zou volgen. En twee kwamen terug, ze deden precies hun klus. En de derde kwam er terug en kwam dit op zijn weg. En ging even die zijpad in, dat zijpad. En kwam dat en dat zijpad en kwam terug. Ja? Ja. En die was enorm verrijkt. En dus het idee van, je hebt het idee wat je wil gaan doen. Maar je staat open voor dingen die op je weg komen. Ja, ja, ja. Ik stond open voor een vrouw en een leven te beginnen in Nederland. Ik stond open voor ineens terug te gaan op de Bonnefoy naar de universiteit en dat te doen. Ik maakte de keuze om naar Groningen te gaan. Terwijl je zou zeggen van nou, de meeste mensen willen de universitaire wereld in. Dan ga je naar Rotterdam toe. Nee, het is allemaal, je hebt een idee en je staat niet dicht voor iets anders wat leuks zou kunnen zijn. Gebruik, volg je hart, maar gebruik je hoofd. Dus dat is een beetje mijn wat ook levensspreuk voordat in bank dat koos. Wat misschien ook wel een beetje een oud hippie ideaal, ideaal is, toch? Ja, dat is het. Ik zeg van, ik ben mijn lange haren kwijt, maar niet mijn wilde haren. Ja, dat is een leuke uitspraak. Maar dat is de reden waarom ik Nederlands wilde leren. Om zulke spelletjes te doen. Je wilde haren kwijtraken. Tegen de bierkijk. Dus dat is iets. Ik hou van spelen met taal. Een goede vriend van mij is Tsjech van origine. Ja. Maar die houdt ook heel erg van woordgrappen. Gewoon. Ja, maar volgens mij geeft het aan. Meer dan Nederlanders dat zelf doen. Want volgens mij geeft het je aan. Dat je meer met taal kunt spelen, dat je het meer beheerst of zo. Nou, ik ben een beta die een taalmens is. Ja, mijn vrouw zegt altijd, Katrien zegt altijd van, als jij in Nederland geboren was, had je waarschijnlijk geen beta gedaan. Maar, had je Grieks en Latijn en de natuurwetenschappen. Omdat eigenlijk is jouw voorliefde spelen met taal. En dingen schrijven. En dat gaat voor mij makkelijk af. Ik hou ervan. En ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Dus als ik iets hoor zoals vogelvrij verklaard, iemand vogelvrij, ik denk van, wat betekent dat? Ja. En dan ga ik naar stoet. Want in Engels heb je dat niet, zo'n uitdrukking. Nee, heb je niet, nee. En het is een rare, waarom verklaar je iemand vogelvrij? Ja. Ja. En toen ben ik echt op onderzoek gegaan. Ik keek in stoet, dat is uit 1898 of zo, dat is het boek over Nederlands uitdrukkingen gezegd, dus ben ik web opgegaan. En het blijkt dat als je uit de katholieke kerk gestoten werd, mocht je niet begraven worden in een katholieke kerkhof. Je mocht het sacrament aan het einde niet. Dus werd je aan de wilde dieren, de vogels, vrij verklaard om jouw lijk te pikken. En dat is iemand die vogelvrij verklaard is. En dan ineens van, waarom heet op van wanten weten? Handschoenen zonder, nee, het gaat over scheepswanten. Iemand die van wanten, nou, zulke soorten dingen, ik hou van zulke soort spelletjes. Een rare mens. Paar interviews die ik van jou gelezen heb, je noemt jezelf een onderwijsmens in hart en nieren. Ja. Dat hart voor onderwijs, is dat ontstaan bij jouw eigen middelbare school? Dat je merkte dat hoe dat jou vormde als mens? Nee, het is eerder.
Het misvormt mij op een bepaalde manier. Door het feit dat ik echt altijd hoog cijfers kon halen. Ja. Ik had een geweldige geheugen. Ja, ja. Ik kon heel snel relaties leggen, associatief. Ja. Je merkt dat ik spring nu van de hak op de tak. Ja. Ik doe A en dan denk ik, oh ja, B. Was het voor mij, mijn lager school, mijn middelbare school en zelfs mijn universiteit, waren ongelooflijk makkelijk. Ik hoefde er niks voor te doen. En dat was een belemmering toen ik onderwijs gaf. Omdat ik kon mezelf niet eens verplaatsen in het kind dat het moeilijk had. Ja? Dus het heeft mij misvormd. Het heeft mij het idee gegeven dat leren is makkelijk. Hoef je alleen maar te luisteren. En ik dacht van, als ik het kan doen, kan iedereen het doen. Omdat ik vond mezelf op geen enkele wijze bijzonder. Ik vond mezelf een normaal, klein manneke uit de Bronx. Je was je eigen maatstaf en je eigen norm bedoel ik. Ja, mijn eigen norm. En ik dacht van, nou, iedereen is zo. En toen ik les gaf, toen kwam ik er tegen dat niet iedereen. Omdat ik zat ook op, ik zat in de special progress class, onderbouw van de middelbare school. Ja. Er waren allemaal mensen die de tweede klas mochten overslaan, dus ze waren allemaal slim peepers, net zoals ik, zo noem ik het mezelf. Ja. Ik ging naar de Bronx High School of Science, dat was, iedereen kreeg een scholarship. Ja. Bij Dewitt Clinton, onze broederschool, uit de 3,000-4,000 mensen in de graduating class kregen misschien 5% een scholarship. Ja. In mijn graduating class kreeg 5% dit niet. De overige 95%. Dus voor mij was de maat, iedereen kan leren. Ja. En dan was ik leraar en ik kwam met doodnormale kinderen. Dus ik werd geconfronteerd met een andere normaal. Ja? Dan mijn normaal. Ja? En als gevolg daarvan raakte ik gefrustreerd. En daardoor werd ik gedreven in, hoe kan ik nou die doodnormale kinderen zo ver brengen dat ze het kunnen begrijpen zoals ik het begrijp, zonder moeite. Omdat je dat ook gunde of zo, zeg maar. Ja, ik gun iedereen. Het is de toekomst van de wereld. Goed opgeleide mensen. Dat is mijn hippie gedachte. Iedereen moet goed onderwijs. Onderwijs moet totaal gratis zijn. Ik vind het absurd dat we collegegeld betalen. Ik vind het absurd dat scholen hebben ouderbijdragen. Ik vind het absurd dat je voor op de middelbare school dat je een boekenfonds hebt en dat je de boeken moet betalen. Ik vind vormend onderwijs is tot en met het einde van het hoger onderwijs. Welke vorm dan ook. Het kan bij HBO, het kan WO, het kan bij MBO voor sommige mensen. Dat maakt me niks uit. Dat is iets wat wij iedereen gratis moeten geven. En moeten zorgen dat ze zo goed mogelijk dat kunnen doen. Het onderwijs moet zo dat je geen bijles nodig hebt. Al die bijlessen. Het moet zo ingericht zijn dat je dusdanig goede docenten hebt. Die dusdanig goed geüthieerd zijn. Die echt de tijd en de ruimte te hebben om hun eigen klasse goed te leren. Dat het niet nodig is om naar huiswerkinstituten te gaan. Bijles in te huren en wat dan ook. Onderwijs moet goed zijn. Je bent al een aantal jaar met emeritaat, maar volgens mij ben je nog niks van je bevlogenheid kwijt. Ik werk 60 tot 70 uur per week. Ik heb gisteren mensen in Praag in het college hierover gegeven. Ik was maandag bij een hogeschool waarin ik ze uitlegde wat goed onderwijs is. En hoe zij hun eigen studenten aan de lerarenopleiding moesten opleiden. Hoe een goed curriculum in elkaar zit daar. Ik schrijf blogs erover, ik schrijf boeken. How Learning Happens binnenkort komt, How Teaching Happens. Waarin we 30, zou je kunnen zeggen, basiswerken in de teacher effectiviteitshoek. Mensen zoals Lee Shulman, Daniel Muis, David Berliner en zo. Psychologen die bezig zijn met wat goed doseren is. Het eerste, How Learning Happens, gaat over uit van hoe de lerende leert. Ja. Dus als docent moet je weten hoe een lerende leert. Ja. Net zoals als arts moet je weten van anatomie, pathologie en fysiologie. Ja. Als docent moet je weten onze sensorisch geheugen, ons korte termijn geheugen, ons lange termijn schema's, automatisering, elaboratietheorie, assumptie, simulatie, subsumptietheorie, allemaal van zulke soorten dingen moet je leren. Dat was in How Learning Happens en in How
teaching happens, gaat het vanuit de teacher. Wat moet de teacher weten over wat hij of zij kan doen, moet doen? Vakdidactische aspecten ervan, assessment aspecten ervan, geven van goede terugkoppeling, feedback. Maar daarvan uit how teaching happens en niet how learning happens. Ik wil de komende generaties van leerkrachten de voorsprong geven die ik had gewild, maar niet had. De basis geven die ik had gewild, maar niet had. Je hebt 36 jaar gewerkt aan de Open Universiteit. 37, ja. Je bent daar ook gepromoveerd ook. Ja. Daar is echt, daar ben je er echt achter gekomen, of was het ook weer die serendipiteit dat je in de wetenschap wilde blijven? Nee, ik werkte aan de Open Universiteit. Ik werkte daar vanaf 83 tot 89 was ik vooral bezig als wat men zou noemen onderwijstechnoloog of onderwijskundige. Yeah, ik werkte omdat ik... Meer ontwerp of zo. Maar omdat ik een beta was, omdat ik had voor ingenieur gestudeerd en zo, was ik niet bang voor beta-wetenschappen en formules en wat dan ook. En de meeste van mijn collega's die stond stokstijf als je het over een elektron had of wat dan ook. Ze wisten echt niet waar het over ging. Laat staan een formule. Dus ik kwam binnen en zei van, jij gaat de technische en natuurwetenschappelijke cursussen begeleiden. Oké? Dat betekent dat ik begeleide cursussen zoals de introductiecursus technische wetenschappen, van probleem naar programma, discrete wiskunde, programmeren met de microprofessor. Dat is een klein 8088 microprocessor die een machinecode moest. En ik werkte dan met allerlei hoogleraren, ik zeg alleen nog technisch, maar in de natuurwetenschappen, geologie en platentektoniek, scheikunde, kwantumchemie, allemaal van die cursussen. Ja, en ik werkte, ik was verantwoordelijk voor het cursusontwerp, vanuit didactisch oogpunt, omdat men moest van het materiaal leren. En voor de inhoud was er een cursusteamleider. Dat was bijvoorbeeld Marty Meester als scheikundige, of Rietje van Dam als biochemica, waren dat. En wat ik ook moest doen, is ik moest werken met de hoogleraar geologie, om te zorgen dat hun wetenschappelijke tekst leerbare teksten waren. Zij waren gewend om leerboeken te schrijven waarin er een docent voor de klas was die kon duidelijk maken wat zij onduidelijk hadden geschreven. Dus ik moest met ze werken om leereenheden ervan te maken. Ik zeg van, je levert me iets af, maar als ik niet weet of aan de ene kant wat de leerdoelen zijn, of aan de andere kant welke vragen je gaat stellen aan het einde om te zien of ze het geleerd hebben, kan ik zeggen, het is een uitstekend stuk biochemie, maar kan niet zeggen of het een leerbaar stuk biochemie is. Ja, maar met die leerdoelen, die kan ik, ja, dat vind ik allemaal onzin, kan ik niet schrijven. Ik zeg gewoon, geen probleem. Schrijf je voor mij de tentamenvragen die een student zou moeten. Maak voor mij 20, 30 van die tentamenvragen. We gebruiken ze in de cursus als zelftoetsvragen voor ze. En aan de hand daarvan kan ik zien wat de studenten aan het einde moeten kunnen. Kan ik de leerdoelen met jou of voor jou gaan maken? En dan ging ik de tekst door en ik zeg van, nou, je zegt dit zo, zou het niet goed om hier een voorbeeld van te maken? Hé, hier moeten we in de marge een stuk margetekst hebben wat het duidelijk maakt. Hier kan je een toegevoegde vraag, ertussen, dat is Ernst Rotkopf, daar ben ik op afgestudeerd. Kan ik zeggen van, kan je een toegevoegde vraag die de studenten laat denken erover? Of vooraf, voordat ze iets gaan leven, een pre-question. Dus hier heb je een vraag. En dat zorgt dat je de komende tekst op een bepaalde manier gaat lezen. Of achteraf. En je stelt steeds bijvoorbeeld denkvragen, zodat iemand het leest om te denken. Om die denkt, want daar komt weer zo'n denkvraag zo meteen. Stimuleren van metacognitie. Precies. Nou, dat moest ik doen in die cursus. Nou, dat deed ik voor 50 cursussen in de technische natuurwetenschappen. En ik begon te denken van, ik ben aan het, ik had geen tijd om iets te lezen. Ik ben aan het teren. Interen op datgene wat ik in mijn universiteit had gedaan en bij Wolters Noordhof had gedaan. Maar in 7 jaar heb ik geen nieuwe gedachten. Maar de OU had geen onderzoeksfunctie. Dus ik moest het inkleden. Ik ging met de hoogleraar op dat moment van natuurwetenschappen, Wim de Jeu. En ik ging aan hem vragen van, hem en bij Casper Boon, bij technische wetenschappen, ga ik 2 ideeën voor mogelijke
Proefschriften. Proefschriften. Ja. We hadden een probleem bij technische wetenschappen. Dat het programmeren heel moeilijk ging. Het leren programmeren op afstand. Ja. Hoe kunnen we dat oplossen? Dus het was meteen wetenschappelijk, maar ook toegepast. En bij de natuurwetenschappen hadden we het probleem dat biologie, scheikunde, natuurkunde, die hadden allemaal laboratoria. Waar mensen naartoe moesten gaan op vier zaterdag en zondag in de maand. Ja. En dat betekent, in Leiden moesten de mensen vanuit Groningen tot Kerkrade naar Leiden toe gaan voor vier weekenden om dat te doen. En dat is een probleem. Ja, dat is een kopie van wat ze bij de Britse Open Universiteit deden. Ja. En dat was een probleem. Ja. Dus ik dacht van, hoe kunnen we nou praktica beter inrichten? Ja. Nou, ik dacht over de ene, ik dacht over de andere. Ik praatte met één of twee informatici of zij met mij eraan wilden werken. En iemand bij scheikunde, of die het wilde. En Marty Meester van scheikunde wilde het met mij gaan doen. Ja. Ja? Ja. En dus het werd een studie naar het gebruik van praktica in het hoger natuurwetenschappelijk onderwijs. En dat is gebruik van praktica om mensen te leren onderzoeken. Dus niet om een biologisch experimentje uit te voeren. Of iets met reageerbuizen uit te voeren. Maar eerder om te denken over voeding, toxicologie. En dus het moest een cursus zijn die aan het denken bracht. En hoe breng je dat nou het beste in? In zo'n cursus, dat leren denken als een natuurwetenschapper. De epistemologie van de natuurwetenschappen, zou je kunnen zeggen. Nou, dat kleedde ik in van, wil je dat ik dat doe? Ja. Omdat we moeten iets doen met die natuurkunde, natuurlijke wetenschappelijke praktica. Dan moeten jullie achterstaan dat ik hierop onderzoek mag doen en promoveren. Nou, dat wilde Aad Zuur, Weilen Aad Zuur, een prachtmens. Hij wilde dat zijn vanuit de scheikunde. En wilde Henk de Wolf, die was een historisch pedagoog, die ook aan de Universiteit van Amsterdam bij vakgroep H van de PDI, geloof ik dat was, F of H, doen. Hij wilde het vanuit een onderwijskundig oogpunt gaan doen. En zo gezegd, zo gedaan, op 1 januari 1988 ben ik eraan begonnen. En op 13 december 1991... 3 jaar, 11 maanden en 13 dagen, vrijdag de 13e, ben ik gepromoveerd op dat onderwerp. En omdat ik een van de weinige gepromoveerden was bij de Open Universiteit, en inmiddels kregen ze een soort semi-onderzoeksopdracht, begon ik steeds meer onderzoek te doen en zowel interne als externe mensen te begeleiden in het doen van onderzoek, samen met één of twee andere hoogleraren in de, met betrekking tot onderwijskunde, onderwijswetenschap. En ik, op een gegeven moment deed ik dat niet meer, het begeleiden van cursussen. Ik was alleen maar bezig met onderzoek doen naar hoe maak je beter onderwijs. Kreeg ik een baan aangeboden voor hoogleraar in Maastricht, omdat ik niet voor vol werd aangezien bij de OU. 3 mensen, 3 UHD's, die alle 3 wilden meedingen voor een hoogleraarplaats, mochten het niet. Omdat wij zouden het niet worden. En we zijn alle 3 ergens anders gaan zoeken en we zijn alle 3 hoogleraar geworden. 1 in Gent, 1 in Antwerpen. En één in Maastricht, ik. Dat ben jij, ja. En vandaar ben ik, heb ik daar een paar jaar gewerkt. Ben ik teruggekomen naar de OU. Maar echt ambitie om hoogleraar te worden, het kwam op je pad ook. Het kwam op mijn pad. Het is een kwestie van, ik ben de meest geschikt om dat te doen. Gezien wat wij hier bij de Open Universiteit doen. Trouwens is iemand gekomen, dat is Jeroen van Merrienboer. Van naam. Ja, nou, die is een idool van mij, echt een topwetenschapper. Ja. Hij is het geworden. Dat vind ik geweldig. Geen rancune, we werken samen. We hebben een aantal boeken geschreven met elkaar. Ja. We zijn in de 4de druk van een boek met elkaar. We zijn alle 2 schaatsgek. En we kijken naar de 10.000 alsof het onze leven ervan afhangt. We zijn naar Hongarije gegaan voor de Europese kampioenschappen met elkaar. Dus niks anders dan goeds over Jeroen, hij is het geworden. Maar door dat serendipiteit, dat men zei van nee, je mag het niet, ben ik anders gaan zoeken. Daarna kreeg ik gevraagd van wil je Gerlof Kanselaar opvolgen in Utrecht? En ben ik daar en ik heb een
een onderzoeksgroep opgezet van leren in interactie. Dus het interactieve element van leren, hoe interactie kan stimuleren en onderzoek ernaar doen. Ja. Maar steeds bleef mijn hart bij de Open Universiteit. Ja. En dus na 3 jaar daar en als baas, tekenbevoegdheid, wat dan ook, dacht ik van een managementbaan is niks voor mij. Ja. Ik wil teruggaan naar waar het moet. Ja. Ik vroeg aan Jeroen, mag ik bij jou terugkomen in Heerlen? Dat mocht, ik graag. Ja. En heb ik samen met hem een onderzoeksgroep opgezet. Ja. Hij als baas, ik als rechterhand. En eindigde dat ik in december 2019 ben ik met de meritaat gegaan. Met 400 mensen die naar mijn afscheidscollege wilden luisteren. En in maart 2020 kwam COVID. Dus ik ben blij dat ik in december 2019 aan vrijdag de 13e, weer serendipiteit. Ik zeg van, dat is nou inmiddels, ik ben gepromoveerd op vrijdag de 13e. Hé, er is een dag vrij in december, vrijdag de 13e. Ik ga met mijn meritaat. Je kan zeggen, mijn wetenschappelijke carrière begon toen ik mijn wetenschapsbevoegdheid kreeg. Als dokter. Op een bepaald moment, in 91, 13 december 91. Ik hou op met mijn betaald wetenschappelijke carrière op vrijdag de 13e in 2019. Mijn leven is één stuk serendipiteit. En je hebt flink wat wetenschappelijke publicaties op je naam staan, zie ik. Ik heb 350 inmiddels dicht bij 400 wetenschappelijke publicaties. Ik heb een stuk 13, 14 boeken. 50 promovendi, geloof ik. Ja, 50 promovendi gehad. Als er nou iets is wat je zou moeten kiezen van hier kijk ik naar, hier kijk ik wetenschappelijk nou met de meeste voldoening op terug. Wat zou je dan kiezen? Twee dingen. Je mag ook twee dingen zeggen. Ja, hopelijk. Twee. Eén is de voldoening om met zeer intelligente mensen te werken als collega's, maar ook als promotor. Mm-hmm. Op een gegeven moment als promotor zei ik van, ik had altijd een mede-promotor, dus niet een co-promotor. Ja. We noemden het de dagelijks begeleider. Dat kon een UD of een UHD. En ik heb gezegd van, het opleiden is jouw taak. Ja. Het opvoeden is de mijne. Wat betekent het om wetenschapper te zijn? Wat zijn de mores? Hoe denk je als wetenschapper? Hoe ga je om met de wetenschap? Natuurlijk keek ik naar de inhoud en becommentarieerde het zo. Maar ik was eerder bezig met mensen leren wat de wetenschap is. Erbij, zou je kunnen zeggen. Dat is ook weer een metaniveau erbovenop. Dat is zeg maar de eerste voldoening. Dat ik dat met inmiddels 50 mensen en ook, masterstudenten, dat ik ze een ingang van kon geven, dat ze kon een beetje proef aan mijn liefde voor de wetenschap en voor onderzoek doen naar het leren. En dat ze het opvolgen. Dat is één wat voldoening geeft. Het andere is dat ik op een gegeven moment in mijn carrière werd mij de kans gegund om universiteitshoogleraar te zijn. Yeah. Waardoor ik geen vakgroep had, geen budget had, geen onderwijsverplichtingen had. Ik kon freewheelen. En dat gaf me de mogelijkheid om mijn tweede passie, onderzoekscommunicatie, te doen. En dat gewaardeerd werd. Ja. Het schrijven van blogs, het schrijven van columns, het schrijven van boeken die niet wetenschappelijk, zoals Op de Schouders van Reuzen, wijze lessen en zo. En waarin je ook nog een keer tegen allerlei leermythes en zo. De boeken over leermythes, dat zijn twee boeken in het Nederlands is Jongens zijn slimmer dan meisjes. En meesters zijn knapper dan juffen, of juffen zijn knapper dan meesters. Juffen zijn knapper dan meesters. Dat ik zulke boeken, en dat gewaardeerd werd, het werd gezien als een stuk vertalen van de wetenschap. Want je gewoon meer mensen bereikt. Ja. Je bereikt meer mensen. En dat zijn de twee dingen. Het worden van
universiteitshoogleraar en dat er mijn tijd gegund werd en de omgeving mij gegund werd. En dat heb je gewoon afgedwongen door de kwaliteit van je werk, neem ik het. Denk ik wel. Nee, ik moest altijd wel lachen als ik weer wat las dat je ageert tegen de leerstijlen, dat die niet bestaan. Nu ben ik toevallig gepromoveerd op leerstijlen. Dat weet ik, over Jan Vermunt, maar ben ik dan op iets niet bestaans gepromoveerd? Eigenlijk ben je gezien jou en ook die publicaties van Christian erover, heb je eigenlijk gehakt gemaakt van Jan Vermunt en zijn leerstijlen. Dus je zou kunnen zeggen, je was de voorloper van mij. Wat dat betreft, je kan promoveren op leerstijlen, maar als je tot de conclusie komt dat Jan Vermunt eigenlijk geen leerstijlen aan het onderzoeken was, en dat het misschien over leervoorkeuren of studievoorkeuren. Jij was gewoon de voorloper van mij. Dus je kan zeggen van, ja, jij stond op de basis van mijn denken over leerstijlen. Dat was het eerste artikel dat ik ooit las. Waarin, omdat ik was bezig in de tijd, dat je had het over aptitude treatment interactions en van Krombach en Snow. En Gaby Solomon had het over trait treatment interactions. Dus met het idee van, als iemand een bepaalde aptitude, dus dan kun je een bepaalde treatment waarbij hij of zij, dat was in wezen leerstijlen. En dat was in mijn tijd. En ik las jouw artikel. En ook jouw hoofdstuk in de Liber Abicorum voor Jan Elshout. En mijn ogen gingen open en ik begon anders te kijken naar die aptitude treatment interactions en die trait treatment interactions. En daarna de leerstijlen. Dus je bent wat dat betreft een geestelijke vader voor mij. Raar genoeg. Dat vind ik. Ja, na zoveel jaar dat ik zit tegenover een van mijn wetenschappelijke geestelijke vaders. Als het over onderwijs niet gaat. Ik ben er helemaal mee opgehouden. Al jarenlang. Dat heeft mij blijven boeien. Naar de andere dag. We kunnen multitasken. Leerpyramides en wat dan ook. Allemaal, sorry dat ik moet zeggen, bullshit. Die voorgeschoteld wordt aan leraren in opleiding. Studiehuis. Studiehuis, het idee. Nou, ik ken toevallig Nel Ginjar Maas heel goed. Ik heb met haar. Zij is met Kwam Visser het hoofd. Nel Ginjar, die zijn de geestelijke moeders van het studiehuis. Maar dat was toch niet gebaseerd op empirie? Dat was gebaseerd op romantisch wishful thinking. En het is niet voor niks dat studenten de barricades op gingen. Ik stond paf ervan dat je had studenten die zeiden van, we willen gewoon onderwijs, vertel eens, we willen niet van die ophokuren. En als studenten de barricades opgaan en zeggen, we willen college, dan weet je dat je onderwijsaanpak echt helemaal verkeerd is. Maar het was een leuk idee van Klan Visser het Hoofd en Nel Ginjar Maas. Die niks tegen Nel, ze is de meest linkse VVD'er die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik heb met haar in de onderwijsraad gezeten. Ja, voor mij is het een compliment. Ze bekommerde zich over leerlingen. Ze zat ook deels op de basis van de University School Roosevelt in Middelburg. Een geweldig mens wat dat betreft, scheikundige van oorsprong, dus we konden ook met elkaar praten. Maar ze had heel romantische ideeën, net zoals we zien van een aantal van mijn collega's. Dat idee van Rousseau, van geef een kind ruimte en zal die bloeien en groeien. Terwijl Rousseau had 5 kinderen en die besteden ze alle 5 uit. Die had hekel aan kinderen en die kon ze niet opvoeden. Het idee van mensen zoals... ik moet eigenlijk geen namen noemen. Die denken van, die roepen zelfs bij een overhoring door de Tweede Kamer, onderwijscommissie, roept van, kinderen leren hun eerste taal speels en zonder onderwijs, zo kunnen ze leren spreken, schrijven en lezen en rekenen. En ik zei tegen hem van, heb je nooit het verschil gehoord tussen biologisch primair en biologisch secundair? Wat voor hoogleraar bent u? Weet u echt niks hiervan? Heb je nooit politieke ambitie? Ben je genationaliseerd? Ik ben Nederlander. Ik heb de Amerikaanse weg gedaan. Maar nooit politieke ambities gehad om het onderwijs te veranderen, te verbeteren? Nee, niet politiek. Ken je Groucho Marx?
Ja, de komiek. De Marx Brothers. Ja, ja. Die zijn lid van één groep. En als een club mij als lid wil worden, wil ik per definitie geen lid zijn. Dus dat is de reden. Ik heb geen godsdienst. Dus dat als inweg heb ik niet. Ja. Ik heb een heel linkse ideologie. Maar als je lid bent van een club, dat betekent dat je staat in wezen achter alles. Je kan niet aan publiek afvallen. Ik heb in besturen gezeten en we zitten met elkaar in conclaaf. 8 mensen vinden van ja, 1 vindt van nee. Ik ben de nee of iemand anders is de nee, dat doet er niks toe. We zijn dan met de 9 en we vertellen dit aan de schoolleiders. Ik mag niet laten doorschemen dat ik vond van niet. We zijn één club. Dat moet je als je kiest om in een bestuur te zitten. Dat is de reden waarom ik opgehouden ben met in een bestuur zitten. Ja, ik wist dat niet en op een gegeven moment hield ik ermee op. Dat betekent, je moet je verenigen, vereenzelvigen met dingen waar je niet achter staat. Dus je kan zeggen, SP staat me voor, maar dat hele idee van hen over de Europese Unie, dat kan mij gestolen worden. Ik vind GroenLinks of weet ik wel iets, maar wat ze denken over dat en dat. Ik denk van, als je geen lid bent van een politieke partij en je wil dat niet zijn. Als je geen lid bent van een godsdienst en je wil dat niet zijn. Dan is er geen mogelijkheid, behalve als je een zakenkabinet. Op basis van expertise. Op een gegeven moment. We komen niet uit met de vorming van een coalitie. We gaan een zakenkabinet aanstellen. En dus het hoeft er niet Wiersma en zo te zijn, omdat die hebben een bepaalde politieke signatuur, maar het kan ook mensen van buiten. Had ik misschien een e-mail gestuurd en gezegd van kijk even naar mij. Ik was waarschijnlijk binnen een dag gek geworden van ministerie en ambtenaren en wat dan ook. Dat kan ook gebeuren. Maar in een kabinet waarin alles bepaald wordt op basis van politieke partij en politieke kleur, dat was geen kans. Dus ook al had ik het gewild, want ik had geen politieke ambities, omdat ik weet niet als politicus wat je voor elkaar kan krijgen, was het ook onmogelijk. Dus dat was uit mijn hoofd. Laatste vraag. Je ging naar Nederland om je head together te krijgen. Ja. Gelukt? Ik ben 70. Ik ben redelijk tevreden met wat ik gedaan heb. Ik heb, om nog in het Engels te gaan, ik kan in het Nederlands zeggen geen spijt, maar ik vind in het Engels klinkt het beter. I have no regrets. Er zijn dingen die ik anders had kunnen doen. Andere beslissingen die ik had kunnen nemen. Maar alle beslissingen die ik genomen heb, hebben mij uiteindelijk geleid tot waar ik nu ben. Ik woon heel mooi in Hoensbroek. Ik heb 4 kinderen. Ik heb 3 kleinkinderen en een 4e op weg. Ik heb 4 schattige honden. Ik heb een vrouw waar ik in 1974, maart, april, voor het eerst ben gaan samenwonen. En we zitten nu 48 jaar met elkaar samen, waarvan 45 getrouwd zijn. Ik denk dat je kan redelijk zeggen dat ik mij het heb together. Al af en toe spoken dingen in het midden van de nacht door mijn hoofd. En denk ik van oké, is werk aan de winkel. Ik had misschien weer willen bereiken. Ik had echt een onderwijsminister willen vinden die echt bewijsgeïnformeerd wilde zijn qua onderwijs, als een minister van Volksgezondheid bewijsgeïnformeerd wil zijn over medische aanpakken. En helaas is dat mij niet gelukt. Dus dat vind ik wel jammer. Misschien komt het nog. Ik heb een open aanbod gedaan aan Dennis Wiersma van zullen we nou eens een keertje praten en niet via Twitter
met elkaar converseren. Maar nodig mij en één of twee andere mensen, komen we lekker bij je zitten en gaan we met jou praten. We kunnen je problemen niet oplossen, maar jij hebt geen achtergrond in het onderwijs. Ja? Dat is heel simpel. Je had een heel andere portefeuille toen je tijdelijk staatssecretaris was of zo. Je achtergrond heeft er niks mee te maken. Ik neem het je niet kwalijk, maar zorg maar dat je niet alleen maar ministerie om je hebt en dat je luistert naar degene die het hardste brult. Laat kinderen spelen, dan leren ze het beste. Ja. Praat maar met andere mensen. Ja. Kom maar eens een keertje naar een research ed conferentie en horen wat daar is. Ik nodig je persoonlijk uit, ik geef je een keynote daar. Ik hoop dat hij naar je gaat luisteren. Ik hoop het ook. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel dat ik over alles en nog wat mocht wouwelen. Ja. Ik vond het geweldig. Dankjewel.